18 vrijwillige brandweermannen ontvingen op zaterdag 26 oktober een koninklijke onderscheiding. Burgemeester Mark Slinkman van Bergendal mocht deze onderscheiding uitreiken aan de brandweervrijwilligers. Volgens de huidige regels komt een brandweervrijwilliger vanaf 20 dienstjaren in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding. Dit komt te vervallen vanaf 1 januari 2020. En daarom heeft burgemeester Slinkman gebruik gemaakt van de laatste mogelijkheid om voor alle brandweerlieden in de gemeente Bergendal een koninklijke onderscheiding aan te vragen.